In de halve finale gaat het om 4 gewonnen wedstrijden. De ploeg die dat het eerst voor elkaar heeft, is door naar de finale. SPM Shooter stond voor de wedstrijd in Zwolle met 3-1 achter. De Bossenaren moesten dus vechten voor wat ze waard waren. En dat ze kunnen vechten, dat bleek wel. Na een moeizaam begin komt Shooter steeds beter in de wedstrijd. Vlak voor rust kan de ploeg zelfs voor het eerst op voorsprong komen, maar dat lukt net niet. Niet dat Den Bosch dan wanhoopt. Nee, op dat moment is het nog zo'n lange wedstrijd. Dus ik denk dat we het tweede kwart gewoon goed verdedigden, vooral dat we weinig punten tegenkregen. En wat ik zeg, we hadden zelf alleen ook weinig punten. Na rust barst het gevecht echt los. Dan staat Den Bosch voor, dan staat Zwolle voor. Net als bij eerdere wedstrijden. En toen eindigde Zwolle steeds beter dan Den Bosch. Deze keer loopt het anders. Shooters wint met 74-64. Waarom het nu wel goed gaat, zit in de details. Dat we op het laatst wel een paar schoten raak gooiden. En een paar cruciale rebounds pakten. We bleven goed verdedigen ook vooral. We houden ze weer op 64 punten geloof ik. Dus wel redelijk laag. Dus dat is gewoon hartstikke goed. En dan zie je meteen een verschil ontstaan. Maar het was moeizaam. Dus we hebben nog niks. Nee, want de stand in de serie is nu 3-2 voor Zwolle. En dus is nog alles mogelijk. Ja, het is nog steeds wie het eerste bij de 4 is. Dus zolang zij nog geen 4 hebben, leven we nog en hebben we nog alle kansen, ja. Ja, we hebben nog 2 wedstrijden. Die moeten we allebei winnen om door te gaan. En we weten wat de taak is. We spelen gelukkig in Den Bosch de volgende wedstrijd. En ik hoop dat we die kunnen pakken. Die 6e wedstrijd is aanstaande donderdag.